De bomen worden uiteindelijk gekapt en versnipperd. Die houtsnippers worden in de koeienstal gestrooid. Hoefnagel stapte daarop over, omdat stro niet voldeed. We hadden eerst stro in de stal en dat was een prachtig product. Maar je houdt de koeien niet mooi schoon. Wij moeten schone melk maken, moet je ook schone koeien hebben, anders dan ben je niet goed bezig. Houtsnippers zorgen wel voor schone koeien. Na ongeveer een jaar worden de snippers uitgereden over het land. En dat kan bijdragen aan een klimaatneutrale boerderij en een beter milieu. Dat is goed voor het klimaat inderdaad, voor het milieu. Omdat je daarmee eigenlijk een deel van de CO2 uit de lucht haalt en in de bodem vastlegt op een natuurlijke manier. Henk Hoefnagel is bijna 20 jaar geleden omgeschakeld naar duurzame landbouw. En dat wil hij nog lang volhouden. Ik ben boer en daar ben ik trots op. Dat staat voorop. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen. Als je inventief bent, nieuwe dingen wilt zien, niet blind staren op je stal, heb je altijd toekomst.